Yo guys, Letje hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag de voorlaatste aflevering van de Minecraft Hardcore Let's Play. Of de laatste als ik doodga in deze video. Of net niet de laatste, want dan ga ik opnieuw moeten beginnen. Oké, boeien. Haha. Dus, we zitten in deze video, deze wereld. De meest sterke powerboog dat er bestaat, een power 6, ga niet bij mij weten. Oké, ik heb trouwens nog een stack iron eruit gehaald. Dat hij hier ergens in zat. Ik heb trouwens nog wat glas. Dat gaan we nodig hebben. Voor al onze potions. Zo. Boom. Oké. Ik heb ook zitten denken. We hebben waarschijnlijk nog meer potions nodig. Oh, nee. Geef dat terug. Oké, wacht. Oké, we gaan onze power 5 boog testen. Oké. Wat? Impossible. Ja, nu moet hij sowieso... Oké, dat komt ook wel omdat hij een beetje onder water was. Kijk hoe lang dat ik al adem onder water. Dat is niet legit. Dat is niet legit. Ik zit te denken om misschien extra episodes te doen waar ik de Elder Guardian ga doen. En misschien de Wither. Misschien. Heb ik over zitten denken. Kan ik perfect doen, maar... Dan ga ik nog beter armor nodig hebben. Voor de Elder Guardian niet. Like, ik heb Respiration 3. Meer heb ik eigenlijk niet nodig. Goed. Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb 2 minuten verspild. Dus wat ik deze video ga doen, is natuurlijk Enderman hunten. We hebben er nog 5 nodig. En ik ging nog wat potions doen. Dus ik even... Waarom de fuck heb ik shears? Waarom heb ik shears? Ik heb geen idee. Oké. Maar ik wou dus voor de grap eigenlijk gewoon de ghost tier ding doen. Boom! En dan gaan we respiration, dacht ik, hebben. Ja. En volgens mij is het als je glowstone dust bij doet, dat dat respiration... Als ik alleen glowstone dust had. De respirations zijn... Dit is niet onder de grap. What the fuck? Regeneration. Regeneration potions, oké. Okay. Zo. Voilà. Het leek mij denk ik misschien wel leuk om te bespreken hoe ik terugkijk op mijn... Hold up. Oké, ik ga hier dus niet te lang blijven. Zo. Fuck this shit, I'm out. We hebben de glowstone. We zijn ciao. Het is in onze wereld ondertussen ook nacht geworden, dus... Dat noem ik perfect. Oké. Glowstone. Ik hoop het daar... Normaal gezien moet het daar... Dingen 2 van maken. Regeneration 2. Oké. Ik ga even al die bottles hier droppen. Oké, en dan gaan we op de hunt voor wat Enderman. Ik hoop dat net zoals vorige keer gewoon Enderman voor mijn neus spawnt. Dat zal wel chill zijn. Maar hoe ik terugkijk op de series... Ik weet eigenlijk niet toch van mijn hardcores... Ja, mensen gingen altijd... Ik heb nog nooit denk ik een serie gehad waarin mensen zo hard mee opgingen. Van, ja, ook zeker toen ik de eerste keer doodging. Hopelijk een tweede keer trouwens. Was iedereen zo van, allee, dude, hoe kan dat nu? Fucking jammer is die shit. En het was ook wel leuk via... Oeh, finally. A worthy opponent. Oké, toch niet. En ik kan ook letterlijk via de analytics zien, want in minuut 13 was ik doodgegaan, denk ik. En ik kon echt gewoon zien dat mensen vanaf minuut 13 gewoon zijn weggejiet. En ik was zo van, allee, what the fuck. En toen had ik wel een beetje schrik eigenlijk dat mijn hart... Waar zijn alle mobs? Ze zijn bang bij mij geworden. En toen was ik wel een beetje bang dat als ik opnieuw ging beginnen... creeperverzameling. Wilt er iemand een creeperverzameling? Ik heb er daar 6 staan. Oh, one shot. Ja, ik moet nu toch wel alles one-shotten. Ja, kijk. Oké, wacht. Wacht, ik ga even hem. Oké. Ja, ik ga wel... Fuck mijn zwaard. Veel leuker om iedereen neer te eten met mijn boog. Oké, wacht. Hè. Hij heeft 2 hits nodig, ja. Oké. Nummer 1. Oh, wat? Ah, ik moet zo meer het hoofd schieten. Nee, oké dan. Dat is teleurstellend. Besef wel even hoeveel creepers dat zijn. Oké, ja, sommige worden one-shot, anderen niet. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nou, dat zal misschien ook mijn Enderman zijn, hè. Daarom dat ik was doodgaan mijn eerste ofzo.
Ik ga misschien wel nog, als ik zo level 30 nog bereik of zo, voor de grap zo nog een beetje enchanten of zo. Misschien dat ik zo nog iets beter kan krijgen. Waarom niet, hè? Als het gaat. Waar deze let's play toch wel in begon, niet? Ik heb nog nooit zo'n goede gear gehad in een survival. Hey, een koe. Nice. Sparen er eigenlijk wel beesten. Oké, maar nu ben ik ook wel de meest nutteloze plek aan het zien voor fucking Endermans. Ik ga dat eerlijk toegeven. Like, er was een tijd dat je Endermans wou. Nu zoek ik ervoor en ik vind ze niet. Ik ben echt wel op een punt gekomen dat ik er bijna geen schrik meer van heb. Vroeger, toen ik een Enderman aanvalde, kreeg ze altijd wel meestal een hartkopping of zo. Of zo, ja, nee, maar zo. Dat je zo even zo je hart sneller voelt gaan snatten. Oké. Waar is zelfs de spawn rate van een fucking Enderman? Yo. Oké. Ik kan mijn zwaardjes gebruiken. Ja, daarom gebruik ik... Auw! Daarom gebruik ik dus liever een boog. Ding van dichterbij. Het is in een bepaalde afstand, denk ik, dat je boog het meeste damage doet. Heb ik zo het gevoel. Ik denk ook wel dat ik na deze video gewoon offscreen voor Endermans ga farmen. Want ja, ik kan natuurlijk niet 3 of 4 video's gewoon geven aan fucking Endermans zoeken. Like, come on, wat is deze? Alle mobs zijn gewoon bang van mij. Is er een manier om zo terug te skippen naar dag of zo? Of naar nacht? Geen idee. Good question, though. Oké. En? Boo. Ah, dus wel, oké. Ik ga er wel splashes van maken. Dat doe ik normaal gezien met een redstone. Nee, dat doe ik met gunpowder. Heb ik dat? Ja, ik heb zo creepers gekillt. Dan worden dat splash potions. En dan ga ik verder aan het huis zien werken. Maar zoals je ziet was de combat montage vrij kort. Dat komt omdat ik geen Enderman ben tegengekomen. Woehoe! Yay! Awesome! Ik denk elke keer dat ik een witch hoor als die fucking klaar is. Oeh, splash potions. Yeah. Ik ga nog een extra kist maken, denk ik. Heb ik? Ik heb geen hout meer. Fuck deze shit. Oh, dan kan ik weer een tyfusboom omvermaaien. Ik ga ondertussen... Oké, ik kan nog... 1 keer... extra potions maken voor sweeping. Zo, wacht zo. Voor hoe lang zijn die eigenlijk actief? Slow falling. Oké, ik denk daar misschien een redstone bij gaan gooien. Zodat dat langer is. Oké, geef mij een phantom membraan maar. Boom. Ah. Boop. Oké, maar laat ik nu de boom omhakken. Let's go. Goed, ja, nu ik over de hardcore serie aan het praten was. Kan ik misschien gelijk over iets anders praten of zo? Ik weet niet. Ik zat te denken misschien over Minecraft. Over mijn Minecraft UHC. Hoe ver het daarmee staat. Ja, ik weet natuurlijk niet wanneer deze video online staat. Maar de opnames zijn op 11 juli. Dus, hè? Het komt er effectief van. Er komt effectief een groot Minecraft-project met meerdere kleine YouTubers. Waar ik voor heb gezorgd. Ja, nee, is niet waar. Beetje. Hè? Ik maak toch wel een beetje ego-trippen, niet waar? Nee, is niet waar, is niet waar. Simon heeft mij goed geholpen natuurlijk. En zonder de mensen die niet waren meedoen, is het natuurlijk wel niet gelukt, hè. Oké, maar... Ik ben hier mijn mooie spruceboom aan het ommaaien. Ik hoop dat het echt de laatste boom is... ooit dat ik moet omhakken, want fuck deze shit. Oké. Maar ik hoop echt dat Minecraft UHC fucking lid gaat worden. Het is echt lang geleden dat er nog eens een fatsoenlijk event met meerdere YouTubers is geweest. Ja, redelijk groot. Belgian Hypixel UHC was op zich ook wel fatsoenlijk, maar niet met zo superveel mensen. Het was maar met 5 YouTubers, waarvan 4 ze hebben geüpload en waarvan ze nu nog maar online staan op 3 kanalen, dus... Atlantia Games zet u, je weet zeker online. Oké, nee. Mocht die kijken natuurlijk. Maar ik ga verder bouwen. Ik heb trouwens fucking veel dorst. Heb ik zin om dat te gaan halen? Water? Ik weet het niet. Ik ben water natuurlijk. Zo. Jee. Oké, mooi.
Ja, omdat ik toch te veel heb, ga ik zo ook gewoon gelijk doen. Ja, ik weet niet waarom ik het aan het bouwen ben, maar... Want het stomme is... Ah ja, volgende episode gaan we naar fucking Ender Dragon. Dus waarschijnlijk gaan we dit nooit meer zien. Tenzij ik in deze wereld voor de Elder Guardian ga, natuurlijk. Ja, en als ik het overleef. Want ik heb al vrij veel stress eigenlijk voor de Ender Dragon fight. Veel vrienden van mij zeiden ze dat ze het niet snel zagen mislopen. Maar je moet echt wel geluk hebben met je spawn en zo. Dus ja, dat is wel kut. Wie had dat gedacht, hè? Dat ik een tweede dingetje ging bouwen in mijn hardcore wereld. Oeh. Oké. Okay. Want ik ga waarschijnlijk, denk ik, als ik de Ender Dragon heb verslaan... Of eerst die Elder Guardian zo verslaan, inderdaad. En de Wither misschien. En nadat ik dat heb gedaan, ga ik waarschijnlijk een Minecraft Survival serie starten gewoon. En waarin ik serieus speel. Serieus bouw, zal ik zeggen. Oké, het gaat een unieke build zijn. Volledig uit spruce wood. Oké, mooi. Ah. Boom. Niemand weet dat daar een slab tekort is. Ik heb nog een deur. Zo. Ik heb een cool idee. Ik heb nog twee deuren. Oké. Dus, zo. Gaat dat? Nee, fuck, dat gaat niet. Jammer. Oké. Dan is het double entry. Yes. Double security. Wacht, dan moet ik dit wel ook wel een beetje mooier maken. Zo. Nee, fuck je, maar... Iets aan het bouwen. Yeah. Oké, en nu wil ik nog van die andere stairs afgeraken. Zo. Ik zie het al, hoe ik het ga doen. Aha, perfect. Oké, bijna perfect. Oeh. Boom. Yes. Oké, dat is wel pretty cool, I guess. Het is hier goed verlicht en zo, dus... Nice. This is Minecraft. Bouwen. Nu ben ik helemaal vergeten dat ik aan het pushen in was. Oké. Aha, wacht. Mijn phantom membraan. Nice. Ik denk trouwens dat we niet meer netherwart gaan nodig hebben. Nu ik aan het denken, hoe maakt je een health potion? Is dat niet met een melon slice? Yo, dat remindt me wel van iets. Oké, dat is klaar. Oké. Nu gooien we er een gunpowder bij. Zo. Wat ik ook nog wou doen. Yo, some epic shit coming. Ik denk dat sommige mensen al zien wat ik ga doen. Zo. Ik hoop dat ik meer dan 2 stacks gold heb. Oké, nee, 1 stack maar, I guess. Ah, yes, perfect. Oké, het worden dus maar 2 apples. Maar ça va. Ik zweer het u, je moet zo... Huh? Hoe moet je dan een notch apple maken? Notch apple is toch zo? Laat me dat even opzoeken. Notch apple. Waarom enchanted apple? Oh, cool. Huh? Ik ben confused as fuck. Hoe kan dat? Ja, maakt niet uit. Ik zoek dat uit tegen de episode. Maar, huh? Ik ben zo verward. Dat begint gewoon zielig te worden. Ik ga hier trouwens de chest doen met alle voorbereidingen in. Zo. 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 Yeah, ik kan dat niet tegen, waarom werkt dat niet? Dit is het recipe. Dit is het gewoon. Ik ga het even opzoeken. Ja, dan doe ik toch iets fout. Of ik moet eerst iets unlocked hebben of zo. Ah, wauw, ze kunnen niet meer gecraft worden. Ja, hoe fucking gay is dat? Je kunt ze alleen maar in kisten vinden. Ja, dude. What the fuck? Ja, oké, dan is dat fucking jammer of zo.
Maar oké, okay, ja, maakt niet uit. Ik ga Enderman hunten. Ja. Ja, kijk, ik ga gewoon heel dat landschap aflopen en ik ga echt gewoon zoeken voor Endermans. Fucking be. Oeh, nice. Damn, that's pretty epic. Yo, kijk, dat is een doorzichtige spin. Hier, hier, what the fuck? Bitch, die ga je niet zien, of hè? Wow, ik kan nog een full leather outfit kunnen maken straks. Nice. Ah, maar hier zijn plains. Ja, hier. Ja, misschien vind ik hier wel een Elo. Ja, zeg, dat zijn plains. Hier moet toch wel iets zijn van Enderman. Hey, Elo. Yo, zelfs een betten. Holy shit, what the fuck zijn dat? Oh, wacht. Ah, de slowness. Oké, okay, zo. Ik even mijn boekje afzetten. Ja, you think I fucking scared? Huh. Er zijn er twee. Er zijn twee Endermen. Yes. Okay, ik kan het vervolg gewoon naar deze biome komen. Oké. Okay. At last. Yes. Oké, waar is de andere? De andere is hier. Geef mij er ook eentje alsjeblieft. Dan zeg je een fucking held. Motherfucker! Ja! Yo, dat is letterlijk wat Filza heeft gekillt. What the fuck? Niemand beseft hoe sterk deze ding is. Hoeveel Eye of Enders heb ik dan nog nodig? Ja, niet veel, maar het komt erop neer dat de volgende episode de laatste gaat zijn, want dat zijn de, ik heb er dan nog drie nodig, denk ik. Ja, en je weet, zijn al een stuk minder dan ervoor. Ik ga ook mijn chestplate wel even repareren, denk ik. Ja. Dus ik ga even terug naar de base, dus ik zie jullie daar. Oké, dus we zijn terug. We hebben een heel set aan fucking leather armor. Nice. Ja, dan heb je dus. Oké, wacht. Hè. Dit zijn de. Oké, drie. Dit had ik er nog acht nodig. Hè. Hier zitten er al twee in. Dus dat betekent dat ik er nog drie nodig heb. Fuck. Dat is meer dan ik dacht. Ja, ik ga sowieso wel dit al doen. Zo. Oké. Ik vind het echt wel kut dat ik die notch apples niet kan maken, maar ja, so be it, I guess. Oké, dan ga ik al voorbereidend werk nog doen. Misschien een paar extra potions maken. Ik weet niet wat we nog nodig hebben. Ik ga zien. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer is de laatste Minecraft Hardcore aflevering. En ik zeg ciao.